Hey, je hebt die smokebommen gezien, toch? Nou, dit is hoe je ze gebruikt. Oké. Wat? Yo, Nintendo fans! Welkom bij een gloednieuwe Pokémon Legend Arceus video. En in de vorige video's hebben we Miesprit, Azelf en Uxie gevonden. En die hebben ons allemaal geholpen. We lopen nu keihard de grot uit. Want nu kunnen wij de rode ketting maken. En die is heel belangrijk. Ben jij benieuwd hoe het duimpje omhoog? Vergeet niet te abonneren. Zoals altijd. Dankjewel. En dan gaan we verder. We hebben er 3 Lake Trials gehaald. En nu moeten we naar de Shrouded Ruins. Folo zegt, ik weet niet wat ons daar te wachten staat. Maar ik ben altijd enthousiast als we naar nieuwe ruïnes gaan. Laten we gaan! Wat een hype. Oké, let's go. Wat gaat hier gebeuren? We zien hier tekeningen. We zien daar volgens mij Palkia en Regigigas en wie zien we nog meer? Dat hert lijkt wel op Xerneas, maar dat zal niet. Doet er verder ook niet toe. We moeten de wereld van Pokémon en de wereld van mythes bij elkaar brengen en dan kunnen we dit misschien wel oplossen. En Folo vraagt zich af, ja, maar wat moeten we dan nou doen? Kogita is ook even hier gekomen in de mooie zwarte jassie. En Irida vraagt aan de van, ja, kon jij de toekomst zien of zo? Hoe kom jij hier nu precies op de juiste tijd hier. En ze heeft hulp gehad van hele bijzondere Pokémon, zegt ze. Oké. Van welke Pokémon? Irida zegt, nou, maakt ook niet uit. Wat is er met de rode ketting? Hoe moeten we die maken? Kogita zegt, ja, weet ik ook niet. Ik heb geen idee. Denk je echt dat die gemaakt kan worden door je eigen handen? Ja, eigenlijk weet niemand wat we nou hier staan te doen, volgens mij. We horen wel een geluid. Wat was dat voor geluid? Hallo? Geluid? Kijk, daar zijn ze weer. Alle 3. Uxie, Azelf en Miesprit. De Pokémon van de meren. Ze komen ons nog een keertje helpen, denk ik. Ja, ze beginnen te gloeien. Dit ziet er denk ik goed uit. Volgens mij zijn het vrij vriendelijke Pokémon. En ja hoor. Ja. Dit moet er wel zijn. Kijk, de rode ketting. Lekker hoor. Ja, en hier kunnen we wat mee. Oh, en ze gaan er weer vandoor. Ja, dit was het. Oké, dankjewel. En nu, dat we die rode ketting hebben, wat moeten we doen? Kogita zegt, dus het was waar. Het pakt wat de mensen met deze Pokémon eigenlijk een beetje vergeten waren, bestond toch nog. Eindelijk kan ik deze last opzij zetten. Folo zegt, ja, je hebt het weer gehaald, Rikachu. Maar de dingen gaan nog niet echt goed voor de rest van de wereld. Nee, de lucht ziet er nog steeds niet goed uit, dat soort dingen. Dat rift daar linksbovenin, dat zit er ook nog steeds. Folo heeft wat nieuws. De commander wil het heft in eigen handen nemen. Hij gaat Mount Coronet zelf beklimmen. En Irida die zegt, is die gek geworden? Hoe gaat hij dat doen? Volgens mij moeten we gewoon heel snel daar naar boven. We moeten de berg gaan beklimmen. Ja, oh, hey. Ik ren gewoon keihard het dorp in van waar ik verbannen was. Arcadius er ook, die zegt, welkom terug. De sfeer is grimmig, want de Servicor die wil eigenlijk met niemand praten. Maar, je bent weer terug. Anyway, wacht even. Ik laat de kapitein even weten dat je terug bent. Hey, Leventon! Die was ontzettend ongerust blijkbaar over ons. Arcadius vraagt zich af waar de kapitein is. Ja, nee, die is naar boven voort. Dat heb ik net gehoord. Die is de berg aan het beklimmen. Ja, blijkbaar is Kamado echt op de berg en hij wil zelf gewoon dealen met de Pokémon die ze hebben gezien aan de andere kant van het rift. Celine! Die zegt, ah, het is je gelukt om niet dood te gaan. Net zoals ik had bevolen. Nou, goed gedaan. Deze humor van deze chick. Nou, dankjewel, Captain. Celine zegt, voordat we verder gaan, moet ik vragen. Heb je iets bijzonders geleerd? Ja, ik heb de rode ketting, Celine. En Arcadius zegt, hoe sterk de commander ook is, hij moet Rikachu laten helpen. En Celine is het er mee eens. Ze zegt, neem je rode ketting, ga naar Mount Coronet en maak een eind aan dit alles. Oké, daar is onze missie. Ik denk dat ik Overquill even meeneem in plaats van Zoroark. Want Zoroark is maar level 36. Die is echt nog veel te laag level. En ik vind Overquill serieus heel tof. Let's go, we hebben geen tijd te verliezen. Deze jongen en het meisje zegt nog, hé, je bent hier uit dit dorp getrapt, hè, maar je wil ons nog steeds helpen. Ja joh, zo ben ik. Nou, we krijgen nog iets van haar. Wat krijgen we van jou? Max Revives. Oké, die zullen we wel nodig hebben. Nou, daar gaan we. Let's go. Van Folo krijgen we nog een paar Max Potions. Hé, volgens mij gaat het helemaal los, joh. Ik vraag me af of ik hier sterk genoeg voor ben. Oh, kijk dat rift daarboven, jongen. Ja, dit gaat echt niet goed. Dit gaat echt helemaal fout hier. Yo, Melly, kom jij mij ook nog even succes wensen of wat? Oh, die zegt, als er iets fout gaat, dan kom ik jou wel helpen, hoor. Ja, voor morele support. Nou, dankjewel, Melly. Ik denk dat dat inderdaad het beste is wat jij kan doen. Let's go naar de top van de berg. Ja, eerst moeten we nog even hier doorheen. Oké. Dit is de laatste grot. Gaan we dan de drift eindelijk je kapot maken? Hallo?
Wie ben jij? Hey, het is Benny. Die maakt van die lekkere aardappels elke keer voor ons. Kom je mijn aardappels geven? Hij zegt, sorry. Ik had liever wat freshly grilled potato mochi voor je gemaakt. Maar Kamado die is weg. En die heeft mij de taak gegeven om het eten te bewaken. Oké, nou goed. Hij gaat mij ook wel even handelen, zegt hij. Tijd om je uit de weg te ruimen voor eens en voor altijd. Gast! Ben je serieus? Doe normaal. Maar waarom doe je opeens zo vijandig? Ik zal mezelf duidelijk maken, zegt hij. Ik ben Kamado's rechterhand. En ik moet alles oplossen wat Kamado niet kan of niet wil doen. Ik gaf hem mijn woord om niemand hier door te laten. En je hebt die smokebommen gezien, toch? Nou, dit is hoe je ze gebruikt. Oké. Wat? Deze man. Toen ik hoorde dat jij alle nobel Pokémon rustig had gemaakt, toen begon mijn hart weer te kloppen en bloed te stromen door mijn aderen. En toen is daar één tegenstander gekomen die waardig genoeg is om het tegen mijn ninja technieken op te nemen. Jij bent gewoon een eeuwenoude supergoeie Pokémon trainer blijkbaar. Oké, met 4 Pokémon. Ja, maar je gaat weer niet 3 tegelijk gooien, toch? Je hebt een Miss Mages. Oké dan. Overkill, let's go. Miss Mage is level 59, die laat mijn Pokémon gelijk slapen. Ja, dit is niet chill. Dit is helemaal niet chill. Gelukkig slaap ik nog niet helemaal en kan ik nog even een ijsbal erop gooien. En nu slaap ik wel. Oh, power dam. Miss Mages is veel te sterk, veel te sterk. Ik ga voor strong style, let's go. Ik ga hem waarschijnlijk niet kapot maken, maar dat maakt niet uit. Ik doe hem zoveel mogelijk damage. Nee, ga je max potion gebruiken? Ga je echt zo doen? Ga je echt zo doen? Oké, Floatzel, crunch hem kapot. Ik ben echt nog te laag level voor dit. Dit is echt niet chill. Come on, crunch. Ja, lekker. Lekker, Floatzel. Goed gedaan. Het is toch best wel een goede Pokémon eigenlijk, volgens mij, Floatzel. Hij gooit nu een Sneasler. Ja, die zal mij wel gelijk kapot maken weer. Close combat. Gaat ongelooflijk pijn doen. Oh, ze zijn te sterk. Togekiss, let's go. Air slash hem kapot. Ja, lekker. Gelukkig sloop ik zijn Pokémon ook elke keer in één keer met super effective moves. Dat is wel lekker. Dat is een beetje mijn hoop. Nu Gardevoir. Die gaat voor Psychic. Ja, dat is helemaal prima. Ik vind het eigenlijk best wel prima dat jij nu eventjes een Gardevoir inzet. Want dan kan ik gewoon lekker Draining Kiss doen. En hopelijk krijg ik dan gewoon weer wat HP terug. Kan hem 2 keer doen. Eerst even de Agile Style. En dan nu een normale stijl. Kijk, en dan krijg ik best wel weer wat HP terug. Ja, nice. Oké, wat ga jij doen? Jij gaat nu ook voor Agile Style. Calm Mind. Even jezelf boosten. En dan weer Psychic. Ja, die overleef ik. Die overleef ik. Nice. Oké, Draining Kiss voor de healing. Oh, maar dit doet zo weinig pijn. Oké, let's go. Moonblast. Moonblast, kom op. Fix it. Gardevoir overleeft het nog net. En dan is mijn Togekiss weg. Ja, daar is het nu wel klaar mee. Je hebt het goed gedaan, Togekiss. Ik ben super trots op je. GG. Dan ga ik nu voor Magnezone. En die moet het even afmaken met Flash Cannon. Let's go, jongen. Lekker gedaan. Haha, nice. En dan als laatste heeft hij nog een Gallade over. Oh, die gaat zichzelf ook even boosten met Sword Dance. Oké. Oh, en die gaat Drain Punch doen. Ja, dan is het gelijk klaar met Magnezone. Dan ga ik voor Typhlosion. Zo'n vette Pokémon blijft dat. Let's go, Strong Style Shadow Ball. Dit moet hem zijn, dit moet hem zijn. Klap hem. Ja, lekker. Nou, ik vind wel dat mijn team het goed heeft gedaan, hoor. Deze Pokémon waren allemaal best wel high level. Maar we hebben het gewoon gefixt. Ja, Benny. Kan je wel ninja zijn en zo. Maar ik reken gewoon af met ninja's. Heel goed, jongeling. Heel goed gedaan, zegt hij. Ik was een domme ninja. Ik wist dat ik niet kon winnen. En om eerlijk te zijn, ik haat je niet. Ik vind je eigenlijk wel aardig. Maar Pokémon zijn echt enge, enge wezens. Kamado en ik zagen vroeger onze stad gewoon verbrand worden door gestoorde Pokémon die gek zijn geworden. We hebben heel veel vrienden en kameraden verloren die dag. En daarom wil Kamado een nieuw thuis bouwen waar mensen veilig kunnen leven. Veilig van angst. Ja, oké, maar ik heb jullie daar toch bij geholpen? Ik heb al die Pokémon rustig gemaakt. Waarom doen jullie zo stom tegen mij? Red Kamado van zichzelf, zegt Benny. Oké, kan jij even mijn Pokémon healen dan misschien? Want je hebt mijn halve team gesloopt, maat. Ja, gelukkig, mijn team is geheeld. Daar gaan we! Oh, dat rift wordt steeds groter, groter, groter. En hier staan Adamant en Irida. En die zeggen, breng die rode ketting naar de top van de berg. De Pokémon die ons bedreigt kan ieder moment naar beneden komen.
En ik denk dat het de Almighty Sinnoh is. Maar we moeten dit stoppen en jij bent de enige die dit kan doen. De Almighty Sinnoh is er bijna, maar de commander die houdt ons tegen. En daar staat hij. Ik zie hem al staan met zijn bakkes. Wat ben jij aan het doen, vriend? Laat me je gewoon helpen. Kamado, jongen, je bent helemaal gek geworden. Hier ben ik. Ik heb al je problemen tot nu toe opgelost. Laat me dit ook oplossen. Hij zegt, jij weer. Ik heb gehoord over die rode ketting van jou en dat die de wereld zal binden. En daarmee bedoel je waarschijnlijk dat die moet blijven zoals die is. Een goed idee, maar daar kan ik niet op vertrouwen op zulke verhalen. Jawel, vertrouw op mij, joh. Het komt goed. Het komt goed, jongen. Echt. Hier, Irida zegt ook, doe normaal. Luister. Nu je zo een rikkertje twijfelt, dat is niet alleen verkeerd. Je bent ook gewoon een stomkop. Ja, inderdaad, vriend. Kamado zegt ook, misschien heb je gelijk. Maar als ik gewoon mijn geloof in deze jongen zou stoppen en dat geloof zou verraden worden, hoe kan ik dan ooit mijn mensen nog onder ogen komen? En Irida zegt, je bent niet de enige die mensen wil beschermen. Rikachu doet het ook. Die geeft ook zijn leven hiervoor. Kamado zegt, ja, oké, genoeg. Laat het lot beslissen wat er nu gaat gebeuren. Wie van ons twee het sterkste is, die zal doorgaan. Vecht tegen me, Rikachu. Vandaag battelen we in alle ernst. Oké, dan. Daar gaan we. Kamado, daag me uit. Ja, ik hoop maar dat dit lukt. Want we hadden net ook al moeite. Hij begint met Bravery. En ik heb nog steeds Overquill als eerste. Level 61. Ik ga gelijk voor een Strong Style ijsbal. Let's go. Deze moet die Bravery gewoon in één keer uitschakelen. Het moet in één keer klaar zijn ermee. Oh, dat is het bij lange na niet. Bij lange na niet. Dit was een Strong Style move. Oké, ik ben bang. Ik ben officieel bang. Maar hij doet twee keer quick attack. Dat is niet super sterk. Oh, hij mag drie keer aanvallen. En dan ook nog air slash. En dan is Overkill al weg. Oké, let's go. Magnezone. Van 11 levels lager. Strong Style Thunderbolt. Ik moet hem toch gewoon met één klap verslaan. Kom op! Ja, Braviary is weg. Nog drie Pokémon te gaan. Oh nee, oh, dit wordt echt een probleem. Snorlax. Dit wordt een probleem. Snorlax gaat heel mijn team slopen. Ik moet gaan trainen voor Snorlax. Level 62 Snorlax ga ik niet verslaan. Ik heb hier geen goede counter voor niks. Hoe moet ik deze gaan verslaan? Hoe moet ik deze Snorlax verslaan? Hij gaat voor Zen Headbutt. Oké. Misschien ga ik hem toch verslaan. Ik doe extra sensory. Zo. Klein beetje de AP eraf. En dan nog een keer Moonblast. Let's go. Ik heb op zich een beetje hoop. Giga Impact. Oké, nice. Die overleef ik ook. Oké, nu twee keer Draining Kiss. Hopelijk pakken we hem daarmee. Agile Style. Gaan we gewoon die level 62 Snorlax verslaan. Dan moet ik nu wel Moonblast doen, denk ik. En niet nog een keer Draining Kiss, want het ging heel langzaam. Ja! Oké, Togekiss was ook level 53. Ik dacht level 50, maar alsnog, ik vind het best wel een knappe prestatie dat dit is gelukt. Golem gaat voor Stealth Rock. Ja, dan is het klaar. Maar Floatzel zou dit misschien kunnen fixen. Oké, Water Pulse. Let's go, Floatzel. En dan niet daarna in één keer doodgaan. Oh, hij houdt 1 HP over. Hij krijgt een max potion van zijn trainer. Dan gaan we nu gewoon voor de Strong Style Water Pulse. En dan weet ik zeker dat ik hem versla. Ja, dit moet goed komen. Yes! Lekker Floatzel! Floatzel is kapot goed. Ja, GG. Je mag zeker juichen. Dit was echt super goed gedaan. En dan nu nog Clefable. Ja, en Clefable zou ook best wel een probleempje kunnen worden, hoor. Dat zou best wel lastig kunnen zijn. Die gaat ook twee keer achter elkaar aanvallen. Met een normal staal en dan een strong staal. Ik denk dat hij mijn Floatzel sloopt. Ja, dat dacht ik al. Overkill heeft Poison Jab. Maar misschien moet ik het met Rhydon ook wel redden. Rhydon mag in ieder geval twee keer. Ik kan High Horsepower doen en daarna Giga Impact. En dan hopen dat ik die Clefable nak. Ja, oké. Twee keer High Horsepower is ook goed. Ik ga nu voor een move die 100% zeker raakt. En dat is Stealth Rock. Want ik wil hem nu niet missen. Ik wil hem slopen. Lekker gedaan, Rhydon. Lekker gedaan, team. We hebben Kamado verslagen. Heerlijk dit. Dus, nu ga je naar me luisteren, toch? En hij zegt nu, elke Pokémon die ons leven bedreigt, moet geëlimineerd worden. Kamado die zegt, nou ja, ik moet je kracht wel erkennen. Oh. Hij gaat zelfs op zijn knieën nu. Nee, dat is nou ook weer niet nodig. Nee joh, sta lekker op, man. Dit is allemaal niet nodig. We moeten het gewoon samen doen. Kom op. Niet zo gek doen. Kamado zegt, ik heb het recht niet om dit van je te vragen, maar gebruik alsjeblieft jouw kracht voor de sake of the Galaxy Expedition Team. Voor de mensen hier en voor alle Pokémon die hier in Hisui leven. Natuurlijk joh, maar dat was altijd al het plan. Daarvoor hadden wij niet hoeven te battelen joh. We hebben de rode ketting. En die gaan we inzetten in de volgende aflevering. Jongens, doe dit duimpjes omhoog. Want het avontuur begint ten einde te komen. Of toch niet? Dat kom je te weten in de volgende video. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je daar. Mazzel!